bij R-Tech. Techniques, technology, technieken, technologie. Daar gaan we het over hebben. Met vandaag verlichting. Ik doe wel zo, maar er is hier helemaal geen verlichting. Ik gebruik het raam van mijn woonkamer. Maar het is hier echt altijd heel erg donker. En ik heb al bouwlampen geprobeerd. En kamerlampen. En ook nog andere lampen, maar die zijn gewoon super geel. Want ik dacht, ja, studioverlichting misschien een beetje overdreven. Dat zijn wel daglichtlampen. En zoals een bouwlamp is eigenlijk denk ik wel het meest gele wat je maar kan hebben. En dan moet je dus allemaal weer bijstellen, want ik wil een witte achtergrond. Zo zou de video eruit zien als ik gewoon gebruik maak van het daglicht. Maar ik doe de ISO zo omhoog dat de achtergrond wit is. Maar eigenlijk ben ik toch wel enigszins overbelicht. Dat kan ik nog zo doen. Maar ja, dat vind ik dan ook weer te donker. Het wil gewoon niet. En hoe meer je de ISO zo neerzet, hoe eigenlijk korreliger het beeld wordt. En eigenlijk heel erg de kwaliteit naar beneden gaat. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb lampen besteld. En ik ga hem nu uitpakken. Oké, wat hebben we hier? Ik heb de doos, de buitenste doos opengemaakt. En er zit een doos in een doos. En die heb ik ook opengemaakt. Maar verder ben ik nog niet gekomen. Spannend. Degene die dat heeft ingepakt, die denkt, oh, ik ga een doos in een doos doen. Ik dacht misschien nog een leuke verrassing. Maar helaas. Het is op zich wel een mooi formaat. Zo, hè? Het is niet heel erg zwaar. De softbox, denk ik. Nog één. De daglichtlampen. 8 stuks. Nou, als dat dan niet voldoende licht is, dan weet ik het ook niet meer. Dat zijn gelukkig wel spaarlampen. Ah, mooi. Goed zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is een statief, denk ik. De tas is leeg. Even aan de kant. Eén statief. Twee statief. Ik ben net graag verteld van Sesamstraat. Snoer. Met het gedeelte waar je de lampen in kan doen. En op de achterkant aan en uit. Je kan ze per 2 aan en uit zetten. En je krijgt nog een soort van een klein zakje erbij. Nog een klein zakje. Nog een snoer met waar je de lamp in kan doen. Het is ook net een tent, hè? Superleuk om te doen. 1, 2, 3, 4. Yes. En de softbox zelf. Tadaa. En het doek. En nog één. De stokken. Het doek. En de softbox zelf. En nu gaan we hem in elkaar zetten. Thank you.
ze zitten in elkaar. Alleen ik durf deze dus niet recht te buigen, omdat er zit ook al een klein barstje in. De andere staat nu wel aan. Ik heb nu op ISO 800. Het staat nu echt precies achter de camera. ISO 400. Oké, mijn eerste indruk. Voordeel vind ik, het komt in een tas. Vrij, niet heel erg groot, waar alles dan ook echt in kan. Ander voordeel is, ze zijn niet heel erg zwaar. Ook de statieven zijn niet zo... Ze zijn niet zo goedkoop licht dat ze in één keer omvallen. Maar ze zijn ook niet zo zwaar dat ik ze niet kan tillen. Voordeel is ook waarom ik ze heb uitgekozen. Je kan er 4 lampen in doen. Aan de achterkant zijn 2 knoppen, zodat je 2 uit kan doen. En andere 2 uit of allemaal aan. Je kan natuurlijk ook per allebei de kanten 1 lamp uitdraaien. Dus dan zou je 1 aan of 2 aan kunnen doen. Of je doet maar 1 kant aan. Dus eigenlijk heb je gewoon super veel variatie. Als het licht te fel is of je moet net ietsje iets belichten, kan je ook voor kiezen om er gewoon minder lampen in te draaien. Dus dat is een voordeel, want lang niet alle van die softboxen kan je de lampen dimmen. Als je het nog wil weten, ik heb het besteld bij Coolblue. Dat was volgens mij 135 euro. Je hebt ook nog van die Octo softboxen, dat leek mij wel heel erg mooi. Alleen die zijn ook echt wel weer duurder. En ook heb je een soort van basis verlichting. Dat zijn eigenlijk 3 lampen. Dus 1 op de achtergrond en 2, 1 van voren en of ietsje van en dan een beetje van de zijkant. Dus een soort van klassieke belichting. 3 lampen die had je ook wel op internet. Kom je natuurlijk weer op een heel ander bedrag uit. Of je hebt 3 lampen voor hetzelfde bedrag, maar is de echte kwaliteit nog veel minder. We gaan het zien. Je hoort meer van mij. Het is nu precies een week geleden dat ik de softboxen uitpakte. Ik dacht, ja, ik weet het niet hoor. En daarnaast was ook nog de stekker krom. Die heb ik trouwens weer teruggebogen met een tangetje. Het is nu helemaal goed. En de gulp stond open en 3/4 van het geluid was niet opgenomen. Daar heb ik er even over nagedacht de afgelopen week. Ja, eigenlijk vind ik het toch wel wat. Ik heb ze nu aanstaan. Dit is met beide lampen aan. Dit is met 1 lamp aan. Dit is zonder de lampen aan. Dit is met daglicht. Dit is met daglicht en de ISO op 1600, zo deed ik eerst. En het is weer met de lampen en de ISO op 400. Dus dan is het als het goed is iets scherper vergeleken met het beeld hiervoor. Ik moet nog wel even spelen met hoe ik ze neerzet, want ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik heb het gevoel dat hier nogal een soort van glimhoofden heb, omdat het eigenlijk wil ik die op de achtergrond, of misschien moet die liggend achter mij, of voor, of 2 voor. Ik weet niet, ik moet nog even kijken. Maar ja, ik ben er wel blij mee nu. Ik moet er gewoon nog even mee leren werken, omdat ik dat helemaal niet gewend ben. Dit was mijn eerste indruk. Ik hoop dat je er ook wat uit hebt gehaald, mocht je iets willen aanschaffen. En tot de volgende keer. Doei!